Buenos dias vanuit Tarifa. En zo te zien, kijk, is Stijn net klaar met zijn workout. En ik wil het heel even met je hebben over vroeg opstaan. Hey, goedemorgen. Wat leuk dat jullie er zijn. Even zwaaien. Ja, want vandaag is het dag 15 van Follow the Wind. En Stijn en ik staan altijd vroeg op. Dus ook gewoon tijdens onze 5 maanden roadtrip. En dan zul je misschien afvragen, waarom staan jullie zo vroeg op? Eens kijken. Hey, Stijn. Hey. Hoppakee. Bezig met workout. Goed bezig. Hey, goedemorgen. Nou, je hebt allemaal toeschouwers deze ochtend. Echt? Mooi, hè? Hey, maar Stijn, waarom sta jij vroeg op? Goedemorgen. Door wat Bobby gisteren zei. En wat zei Bobby? Discipline, freedom. Discipline equals freedom. Mooi. Discipline. Discipline. Echt die spiertrainen van spierballen. Bam, vroeg opstaan. Ja. En aan jezelf laten zien dat je de discipline hebt. Ja. Om die moeilijke dingen te doen. Of waarover je denkt dat het moeilijk is, terwijl het achteraf niet zo moeilijk is. Ja. Maar dat je het gewoon sneller gaat doen. Ja. En dat geeft gewoon een goed gevoel. Ja, hè? Dat het gewoon gelukt is. Ik vond het vanochtend best lastig even. Ja. Het is 6 uur ging de wekker. Het is dan alleen 2 minuten. Ja. Je moet gewoon gelijk hup uit bed gaan. Maar ook nog, waarom staan we op? Wij zijn hier, ja. Het gaat niet altijd goed, hè? Laten we daar eerlijk over zijn. Maar vandaag zijn we echt 6 uur opgestaan. Maar het idee is dat je bij vroeg opstaan, natuurlijk die disciplinespier trainen. Maar het is voor ons ook heel erg om creatief te zijn. Die energie. Wij starten dus altijd met workout. Ik ben net klaar, dus vandaar dat ik Stijn kan filmen. Maar het is ook echt om die energie in je lijf te pompen. En voel je al de energie, Stijn? Ja, groot verschil met toen ik opstond. Ja. Ja. Ja, en het helpt ook nog eens gewoon voor je creativiteit. Omdat je het jezelf natuurlijk ook gunt. Maar ook door die energie die je erin pompt. En voor productiviteit. Het maakt jezelf trots. Ja. Dat is echt iets geks. Het maakt jezelf echt trots. Ja. Waardoor je er meteen zin in hebt. Ja. Positiever bent. Ja. En als je gewoon positiever denkt, kun je creatiever worden en productiever worden. Ja. En kun je meer uit je dag halen. Ja, zo is het. Dus ik ben heel erg benieuwd wie kun van jullie staat vroeg hebben. Op. Ja. En wat ook kan helpen is om echt een reden te hebben om op te staan. Zo. Dat is echt. Dat is, ja, waar kom jij je bed vooruit? Dat is de vraag die je zelf kunt stellen om bam echt uit bed te springen. En voor ons, we hebben dat nu ook heel helder waarom we iedere dag opstaan. En gisteren hebben we dat nog eens naar elkaar uitgesproken. Nee, Stijn, weet je? Wat? Voor fitter en vrijer. Oh ja. Daar staan we iedere dag voor op. Onze missie is fitter en vrijer. En gisteren kwamen er allerlei ideeën om leuke video's te maken. Ook om jullie te motiveren om fitter en vrijer te worden. Ja. Dus vandaar deze live video ook. Weet je, we kunnen denken van fuck, we zien niet. Er niet uit, want het is nog vroeg. Maar ja, we doen het gewoon. We kunnen denken van ja, het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee, dat ook. Ja. Het hoeft niet. Want dat is, vandaag is dus dag 15 van Follow the Wind. En we zijn dus nu 5 maanden vrij op reis. Wat betekent dat we... Ja, we hoeven eigenlijk niet. Hè? Nee. Nee. We maar kunnen gewoon voelen we dat we het wel willen doen. Ja, toch voelen we dat missie. We... Precies. Dus dat is onze reden om vroeg op te staan. Nou, laat even weten wie van jullie ook vroeg opstaat en waarom je vroeg opstaat. En ik zou zeggen, ga ervoor. Ja, ga nog even verder. Ik ben klaar. Jij bent klaar? Ja. Bam. Goed, ja. En ja, we zijn nog steeds in... Ja, waar zijn we? In Tarifa. Ja. Kijk. En weet je wat ik ook zo lekker vind? Het is dan heerlijk rustig in de ochtend. Het gevoel dat je nog helemaal eigenlijk alleen, soort van alleen op de wereld bent. Ja, nu zijn we met z'n tweeën op de wereld. Maar, hey, goed bezig. Tot zo. Nou, kunnen jullie te horen? Even een hele goede dag vandaag. Pomp die energie erin als je dat nog niet gedaan hebt. Doe een oefening of als je naar je werk gaat, doe hup. Even die energie erin pompen. Dat werkt enorm om vandaag creatief, positief en productief te zijn. Dus onthoud dat. Hey, adios!